Goedendag. Afgelopen vrijdag viel er veel sneeuw in de Alpen. Regionaal 40 tot zelfs 80 centimeter sneeuw. En het zorgde er onder andere voor dat de Brenner autobaan ja, compleet ingesneeuwd raakte. Het leverde overigens wel mooie beelden op. En na de sneeuwval brak op zondag en zaterdag de zon aardig door. Vooral in Oostenrijk en Zwitserland was dit het beeld. Blauwe luchten, perfecte omstandigheden. Maar we zagen ook aan de horizon een soort van muur. Met wolken. En dat is op de grens met Italië. Want in Italië bleef het weerbeeld in de, ja, dit weekend toch wel een stuk wisselvalliger. En juist daar gaat nog veel meer sneeuw bijvallen de komende 24 tot 36 uur. Overigens neemt de bewolking nu overal toch wel toe. We zagen vandaag ook al toenemende wolkenvelden in de Alpen. En ja, de aanvoer is toch nog wel vrij zacht. Want de pistes oogden toch wel weer wat slechter en wat meer slushie-achtig. Als we nog naar het beeld van bovenaf kijken, dan zien we nog de noordkant van de Alpen. Vanmiddag in de zon. Maar vanuit het zuiden neemt dus de bewolking toe. En dat is op naling van best wel een actieve storing. Die gaat echt veel sneeuw met zich meenemen. We gaan het hier in detail bekijken. Het is een lage drukgebied met de kern vanmiddag nog boven Frankrijk. Maar dat lage drukgebied zakt af richting Italië. En duwt uiteindelijk hele warme, zachte lucht uit het Middellandse zeegebied richting die Alpen. En dan gaat dus echt veel regen en neerslag en sneeuw vallen. Hier zien we het gebeuren, behoorlijke hoeveelheden. En wat verder opvalt is dat die noordkant eigenlijk grotendeels droog blijft. En na die neerslagbulk zien we een aantal droge dagen, waarna vrijdag weer de nieuwe storing de Alpen benadert, opnieuw weer vanuit het zuiden. En die hoeveelheden in de Italiaanse Alpen zullen dus snel verder toenemen deze week. Als we nog iets meer naar detail kijken hoeveel er dan precies gaat vallen, dan zien we dat hier gebeuren. De paarse kleuren nemen snel toe en ik heb hier nu 66 centimeter in mijn kaartje staan, maar er gaat echt wel meer vallen hoor. Op die toppen hier, rondom het gardermeer, gaat echt wel 1 tot 1,5 meter sneeuw vallen. En ja, die noordkant die blijft dus helemaal vrij van die sneeuw. Daar zijn de hoeveelheden, als er al wat valt, echt wel een stuk beperkter. De sneeuwvalgrens is daarbij wel aan de hoge kant, veelal 1500 meter. Maar die, in de Italiaanse Alpen liggen de skigebieden gelukkig ook vaak boven de 1500 meter. Dus de condities zullen daar echt al een heel stuk beter worden, want deze winter is daar nog maar weinig sneeuw gevallen. En hoe gaat het dan verder? Dan hebben we hier nog dat actieve lage drukgebied van dinsdag bij de Italiaanse Alpen liggen. Dat trekt woensdag dan weg en daarna bouwt zich een, ja, een, een gordel van hooggedrukt ten noorden van de Alpen op. En dan zien we een twee à drietal dagen echt wel vrij weer in de Alpen. Vooral donderdag veel ruimte voor de zon. Maar vanaf vrijdag draait de stroming wel weer naar het zuidwesten. En dan wordt het weer flink zacht. Beetje lenteachtig. En tijdens het weekend kan er weer wat sneeuw of wat regen vallen. Maar de sneeuwvalgrens is dan waarschijnlijk wel aan de hoge kant. Daarbij moet ik nog wel zeggen dat volgende week waarschijnlijk weer een nieuw hoogdrukgebied het overneemt. En dat het dan echt wel eens flink lenteachtig kan worden in de Alpen. Kortom. In de Italiaanse Alpen hebben we te maken met een tweetal sneeuwdumpen. De eerste dus de komende 24 tot 36 uur gaat er echt veel sneeuw vallen op die bergtoppen. De noordkant blijft het droog. En daarna wordt het toch wel echt lenteachtig. Vooral donderdag en vrijdag lenteachtige condities. En ook volgende week waarschijnlijk veel ruimte voor de zon en de hoge temperaturen. Ik wens u een fijne dag.